Het UMCG start definitief met de bouw van een protonencentrum voor de behandeling van kanker. Ook in Delft komt er een. Het zijn de eerste in Nederland. De eerste patiënten worden eind 2017 behandeld. Het protonencentrum komt op het UMCG-terrein. Zo krijgt een kankerpatiënt op één plek alle behandelingen. Het aantal te behandelen patiënten in het UMCG zal gefaseerd toenemen tot 600 per jaar. Een overeenkomst met de verzekeraars over de vergoeding van de behandeling is er overigens nog niet.